Goedemiddag, welkom bij BD Biblion, bij het webinar Voorlezen Maar. Het komende uur gaan we het hebben over boeken voor de jeugd tot en met 12 jaar en over het plezier en het belang van voorlezen aan deze groep. Mijn naam is Ellie van Winden en ik ben inkoper. En samen met twee collega's heb ik dagelijks contact met uitgevers over het boekenaanbod. Dit resulteert in een aantal titelselecties waarmee u, onze klanten, uw collectie kunnen op- en uitbouwen. Ik noem er even drie, de belangrijkste titelselecties. Aanbiedingen noemen we ze ook wel. U kent ze vast. Allereerst het Standing Order abonnement. Dat komt 3 keer per jaar. Nummer 2, de wekelijkse selectie express titels. Met boeken die bijna verschijnen en boeken die in de media worden besproken. En als derde de thema aanbiedingen die u via de wekelijkse nieuwsbrief en de webshop aangereikt krijgt. Nou, bij de samenstelling van deze titelselecties denken wij natuurlijk vooral aan de wensen van onze klanten, de bibliotheken en het onderwijs. Dus voor ons inkopers is de vraag leidend. En zo vervullen wij als functie als intermediair tussen uitgevers enerzijds en anderzijds onze klanten. En die functie willen wij met dit webinar ook benadrukken. We hebben vanmiddag 3 gasten voor u. Anneke Smits vertelt over haar boek Rijke Taal, over leesonderwijs. We hebben Maartje Bolt van de Leescoalitie. Met haar gaan we het hebben over 2 leescampagnes. En Ilse van der Zee van WPG Kindermedia vertelt over de campagne Schrijver in Beeld. En we sluiten af met een 4e onderdeel, waarvoor mijn collega Roel Jager me komt bijstaan. Wij gaan nu trakteren op een heuse boekenbattle. En daarin geven we u tips voor de leukste voorleesboeken. We noemen interessante bronnen en websites voor voorleesboeken. En we gaan ook een aantal actualiteiten nog extra belichten. En dat allemaal in de aanloop van de voorleesdagen. Voordat we beginnen heb ik eerst nog een paar huishoudelijke mededelingen voor u. Heeft u vragen over de inhoud van dit webinar of heeft u vragen aan onze gasten? Dan kunt u die stellen via de Q&A die u rechtsbovenin uw scherm ziet. En uw vragen komen dan terecht bij mijn collega's. En zij beantwoorden uw vragen of direct of in de loop van de komende dagen via de e-mail. Maar ook kunnen ze uw vraag live doorzetten naar deze uitzending. En ik kijk daarvoor af en toe ook op mijn laptop. Heeft u soms technische problemen, kijkt u dan rechtsbovenin bij het tabblad Help. En daar vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. En nu we het toch hebben over techniek. Het kan zijn dat beeld en geluid niet helemaal synchroon lopen. Dat is een euvel waar we van weten en dat we de komende weken gaan oplossen. Tot slot, wilt u dit webinar nog een keer terugkijken? Dat kan. U ontvangt na het weekend een e-mail met daarin de link naar deze uitzending. Nou, ik stel voor dat we gaan beginnen. Het komende kwartier is voor Anneke Smits, lector aan de Hogeschool Windesheim. Zij is co-auteur van het boek Rijke Taal, taaldidactiek voor het basisonderwijs. En dat schreef ze samen met haar collega Erna van Koeven. We zien zo dadelijk een interview dat we eerder met Anneke hebben opgenomen via Microsoft Teams vanwege coronabeperkingen. Dat betekent niet dat u geen vragen kunt stellen. U kunt gewoon gebruik maken van de Q&A. Dat betekent alleen dat we uw vragen later beantwoorden, vanaf begin volgende week ongeveer. Nou, laten we gaan kijken naar het interview. Anneke, welkom. Fijn dat je een bijdrage wil leveren aan ons webinar Voorlezen Maar. We gaan het zo dadelijk hebben over het boek dat je samenschreef met je collega Erna van Koeven. Maar zou je eerst willen vertellen over jezelf en je werk als lector? Ja, ik vind het hartstikke leuk om mee te werken. Dank je wel. En ik zal vertellen waar ik vandaan kom en wat ik op dit moment doe. Ik ben begonnen als logopedist.
Dat is iets wat veel mensen niet verwachten. Maar vandaar komt natuurlijk mijn belangstelling voor de taalontwikkeling. En in het begin van mijn carrière heb ik eigenlijk altijd gewerkt, 15 jaar lang om precies te zijn, als dyslexiebehandelaar. En van daaruit heb ik heel veel geleerd over hoe je kinderen leert lezen die dat zeer moeilijk kunnen. En later in mijn carrière ben ik eigenlijk meer de kant uitgegaan van hoe komt het nou dat zoveel kinderen dyslectisch zijn, dat zoveel kinderen ook die niet dyslectisch genoemd worden ernstige leesproblemen hebben en hoe kunnen we dat voorkomen? En ja, dus voor mij is langzamerhand het accent verschoven van behandeling naar preventie. En preventie betekent eigenlijk dat je je heel erg verdiept in wat er in het onderwijs gebeurt. Nou, dat was voor mij natuurlijk niet zo moeilijk, omdat ik 15 jaar in heel veel verschillende scholen heb gewerkt. Dus je verdiept je in wat er gebeurt en in hoe dat zo zou kunnen, dat we eigenlijk veel minder leesproblemen gaan genereren. En dat is natuurlijk, en dat breidt zich in bredere zin uit naar het verhaal over de taalontwikkeling. Want wat betekent die taalontwikkeling voor dat leren lezen? Wat betekent het leren lezen voor die taalontwikkeling? Nou ja, en ergens na 15 jaar in mijn carrière heb ik Erna van Koeven, mijn maatje, ontmoet hierin. En hoewel wij uit verschillende achtergronden komen, zij is Neerlandica en zij is ook leerkracht in het basisonderwijs geweest. En hoewel wij uit verschillende achtergronden komen, hebben we toch een ontzettende natuurlijke synergie in hoe we met deze problemen dealen. En nou ja, daar is natuurlijk eerst de blog uit voortgekomen en uiteindelijk het boek. En uit mijn werk met dyslectische kinderen is uiteindelijk ook nog voortgekomen het boek Dyslectische Kinderen Leren Lezen, wat ik schreef met Tom Braams. Dat is een heel uitgebreid antwoord op je vraag. Geeft helemaal niks. We kunnen het helemaal plaatsen nu. Maar ik ben inderdaad benieuwd naar je boek. En ik wil natuurlijk graag weten wat erin staat over voorlezen. Maar kan je eerst vertellen waar jullie boek globaal over gaat en hoe het tot stand gekomen is? Ja, ons boek is in die zin anders dan veel handboeken over taal. Dit boek heeft inderdaad een globaal aspect. Dat wil zeggen, het is geschreven vanuit een visie op taalonderwijs. En daarom is de onderverdeling van de onderwerpen ook anders dan je in andere handboeken ziet. We hebben in dit boek het hele verhaal van taalonderwijs willen vertellen vanuit een heldere visie. Een visie op het feit dat taalontwikkeling heel belangrijk is in taalonderwijs. Dus dat taalonderwijs niet alleen behelst het praten over losse stukjes en losse onderwijsbare stukjes. Maar dat sommige dingen in de taalontwikkeling helemaal niet zo onderwijsbaar zijn, maar eigenlijk afhangen van de rijkdom van het taalaanbod wat we doen. En juist door die hele fragmentatie in het taalonderwijs is ook dat taalaanbod heel erg relatief arm geworden. Dat is een taalaanbod waar natuurlijk kinderen uit taalrijke milieus geen problemen door ondervinden, omdat ze dat gewoon van thuis meekrijgen. Maar we zijn er natuurlijk ook, en met name, om te compenseren voor de kinderen die wel heel veel meekrijgen thuis, maar niet op het vlak van taal. En dat moet dan op school gebeuren. En dat betekent dat dit twee hele belangrijke organiserende grondprincipes zijn. Taal moet ook ontwikkeld worden en moet ook ontwikkeld worden op school. En dat is op dit moment niet sterk genoeg in heel veel scholen. En dat is geen verwijt naar de scholen. Dit is gewoon hoe het historisch gegroeid is. En ik snap ook dat we ons met z'n allen in deze situatie bevinden. En ook het hele beleid rondom toetsing een tijd lang heeft niet bijgedragen aan deze situatie. Nu het beleid rondom toetsingen en de inspectie vrijer is, nu zij geen leerlingvolgsysteemuitkomsten meer mogen opvragen, nu kunnen we langzamerhand die kramp loslaten en educatieve uitgevers en scholen uitdagen om gewoon te komen met rijke taal. Zodanig dat al onze kinderen de taal van alle kinderen op school gestimuleerd wordt. Ja. En tot ontwikkeling kan komen. Ja,
Ja, het gaat inderdaad om die rijke teksten, hè? Een rijke taalomgeving die kinderen helpen in hun taalontwikkeling. Kan je daar iets over vertellen? Ja, kijk, we komen natuurlijk uit een situatie waarin we eigenlijk sinds de 80er jaren een soort kunstmatige splitsing hebben gemaakt tussen technisch lezen, begrijpend lezen en belevend lezen. Technisch en begrijpend lezen zijn geïntegreerd, zijn allebei tot soort vakken geworden in het basisonderwijs. Voor begrijpend lezen is dat ook een soort jammerlijk unicum in de wereld bijna. Dat had eigenlijk echt niet gemoeten. Dat heeft Arjen Lubach inderdaad even goed voor het voetlicht gebracht. Ik was ontzettend blij met Arjen Lubach. Ja. Omdat hij ook gewoon een heel breed publiek bereikt daarmee. Wetenschappers zeggen daar eigenlijk het volgende over. Begrijpend lezen is niet één ding. Dus wij benaderen alsof dat één ding is, wat ook heel betrouwbaar getoetst kan worden. Ook dat kan eigenlijk helemaal niet. En dus onze toetsen zijn in die zin goede pogingen, maar eigenlijk toetsen ze meer de voorkennis die je hebt over het onderwerp waar het tekstje over gaat, dan dat ze begrijpend lezen aan zich kunnen toetsen. Want dat is niet te doen, want begrijpend lezen is niet één ding. En twee zeer belangrijke componenten van het lezen zijn één, voorkennis. Hè, dat zeg ik net ook al rondom die toetsen. Dus voorkennis is de belangrijkste over het onderwerp, is de belangrijkste voorspeller of je een tekst kunt lezen. En dat betekent dat je niet begrijpend lezen aan zich kunt oefenen, want dan zou je al die voorkennis moeten oefenen. En dat is natuurlijk nauw gerelateerd aan de taalontwikkeling. Dus hoe sterker je taalontwikkeling, maar dat betekent ook altijd dat je een veel breder begrippenkader hebt. Dus die twee dingen die zitten heel erg in elkaar. Begrijpend lezen wordt gestimuleerd door meerdere boeken te lezen over hetzelfde onderwerp. Boeken waaraan niet geknutseld en verarmd is. Wat maakt een voorleesboek nou tot zo'n rijke tekst? Ja, nou ja, dat komt eigenlijk, dat is natuurlijk, dat houdt sterk verband met wat ik net gezegd heb. Eerst en vooral moet er een zekere gelaagdheid zijn in het boek. Het moet niet wat wij noemen, wij zeggen vaak, het is niet te plat. He, een boek over lente en de lammetjes en zo, dat is allemaal geweldig plat. Terwijl als je een boek hebt, de boeken van Max Veldhuis bijvoorbeeld, zijn al meer gelaagd. He, dus, en het boek, proberen op een boek te komen. Ze lopen gewoon met me mee, een wat ouder prentenboek over een kind wat eenzaam is. En die opeens allerlei dierentuindieren achter zich aankrijgt te lopen, die hem gezelschap komen houden. Dat zijn boeken naar aanleiding waarvan je met kinderen werkelijk over de dilemma's van het leven kunt praten. Dus boeken kunnen gaan zoals een kikker is bang. Hè? Boeken kunnen gaan over, kunnen aanleiding geven om te praten over angst en over wat je doet als je bang bent. Om te zorgen dat je niet meer bang bent. En waar je bang van wordt. Dus het moet iets geven. Een boek moet iets geven om over te knagen. En het moet een sterk verhaal hebben. Het moet de aandacht van kinderen vasthouden. En de aandacht van kinderen is natuurlijk best gecompliceerd te verkrijgen in deze tijd van snelle media. Die steeds heftiger worden om de aandacht vast te houden. En gelukkig zijn de menselijke hersenen voorbereid om te luisteren naar een goed verhaal. Wij zijn verhalenmensen, dus wij kunnen kinderen ook vangen met een goed verhaal. Daarnaast is een goed voorleesboek, want er zijn van dit soort boeken voor jonge kinderen, voor kinderen in de hele basisschool en in het hele voortgezet onderwijs. Daarnaast moet het ook lekker voorlezen. Dus sommige boeken houden de aandacht vast, zeer. Maar wat wij noemen een beetje, dat is een beetje plat, maar het bekt niet lekker.
Dus sommige boeken zijn Duidelijk. niet voorleesachtig geschreven. En dat merk je alleen als je als je ze even uitprobeert. En als je denkt van nou, dit gaat gewoon, dit kan ik niet lekker voorlezen. En dat zal voor de een ook nog anders liggen dan voor de ander. Maar dat moet je wel doen. Het is ook goed om het boek niet te makkelijk te kiezen. Dus Ja. ga aan de bovenkant zitten van wat je denkt dat je groep aan kan. Ja, Want een en goed maak het verhaal legt zichzelf uit. Dat hoeven wij Ja. niet te doen. Ja. Duidelijk. Ja. Zeg tot slot een vraag die bijna een open deur is en die je her en der ook al bijna hebt beantwoord. Hoe kunnen bibliotheken en onderwijs samen optrekken om de taalontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden. Hè? Hoe kunnen ze het beste zo'n rijke taalomgeving tot stand brengen? Nou ja, dat is eigenlijk door ze. Dat ze zich bewust zijn dat ze elkaars expertise nodig hebben. En er zit bij de bibliotheken ongelooflijk veel expertise over boeken, boekcollecties, over praten met kinderen over boeken. En dat zijn dingen die. Bij school zit heel veel expertise over leesonderwijs. En ik denk door elkaar in de waarde te laten. En scholen zien wel dat de expertise die er bij bibliotheken is over boeken, dat het niet mogelijk bij iedere leerkracht zit. Dat is gewoon niet mogelijk. Kijk, leerkrachten kunnen daarbij natuurlijk ontzettend goed gebruik maken van de website ook Leesbevordering in de klas. Hè? Dat is natuurlijk een Ja. prachtige website die helpt om boeken te doorgronden. Het is ook zo dat er soms onderhandelingen in de sfeer tussen bibliotheken en leerkrachten moeten plaatsvinden over welke boeken hebben wij nou nodig voor deze methodiek die wij gebruiken. Dus bibliotheken zijn van oudsher zitten ze ook ontzettend goed op een bepaalde manier ontzettend goed in non-fictieboeken en scholen hebben vaak non-fictieboeken nodig. Alleen scholen hebben soms net iets andere non-fictieboeken nodig dan bibliotheken aandragen. En daar is het gesprek tussen deze twee partijen en uiteindelijk tussen twee mensen, of tussen meerdere mensen, ontzettend nodig om te laten zien wat er precies nodig is. Want dit zit hem natuurlijk op het feit dat non-fictie vaak heel veel plaatjes en heel gefragmenteerde tekst heeft. En dat is prachtig als kinderen zich willen verdiepen een beetje in een bepaald onderwerp. Dan is dat heel nuttig. Maar als je dat gebruikt binnen je leesonderwijs, is het ongelukkig. Want die fragmentatie, die willen we juist niet. Want deze boeken missen vaak een goed verhaal. Dus binnen het leesonderwijs hebben we gewoon boeken met een goed verhaal nodig. En heel veel non-fictie munt uit door, niet door het geschreven verhaal, zeg maar Ja. door andere dingen. Ja. Dus het is heel belangrijk dat bibliotheken. De bibliotheek op school is natuurlijk een ontzettend goed voorbeeld van de belangrijke rol. Hè? Dus de laatste jaren zijn wij, Erna en ik, allebei enorm enthousiast over hoe daardoor de boekcollectie op scholen ontzettend is verbeterd en de taalontwikkelingskansen van de kinderen daarmee. En aan de andere kant heeft de school weer expertise en moeten bibliotheek en school met elkaar praten over hoe zorgen we nou dat die boeken niet daar staan en dat de kinderen er maar één keer per week bij kunnen. Al dat soort dingen van hoe zorgen we nou dat die boeken ook werkelijk bij die kinderen komen? Hoe zorgen we nou dat we genoeg boeken hebben om altijd een extra boek op de bank te hebben liggen op het moment dat het andere boek uit is? Hè? Dat zijn aspecten van list die ik nu noem. Dus daar zit een. En daar zou echt een hele sterke samenwerking moeten komen, waarbij je soms ook even voelt dat het verschil verdwijnt tussen bibliotheek en school. Nou, daar heeft NBD Biblion ook een mooie rol in. En ik als inkoper, ik voel me helemaal aangesproken. En ja, bibliotheken en onderwijs weten nu ook wat hun te doen staat. Een mooie taak en een mooi begin van dit webinar. Anneke, mag ik jou daarvoor hartelijk danken voor je bijdrage en ook alvast voor het beantwoorden van de vragen van de deelnemers. Ze zullen vast van de gelegenheid gebruik maken, lijkt me. Dus dankjewel. Terug in de studio. En ik kijk even in de chat.
Ja, ik zie inderdaad heel wat vragen voor Anneke langskomen. Onder andere over het boek Rijke Taal, of het leverbaar is. Nou, ik kan u vertellen, het is leverbaar via de webshop. En ook kunt u het bestellen vanaf de bestellijst die via dit webinar beschikbaar komt. Wij zijn toe aan onderdeel 2 van dit webinar. En het komende kwartier is voor Ilse van der Zee. Zij is marketing manager bij WPG Kindermedia. En wij gaan het onder andere hebben over de campagne Schrijver in Beeld. Die is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 1 tot en met groep 8. En de campagne wordt aangevoerd door bekende kinderboekenschrijvers. Nou, hallo Ilse. Hallo. Fijn dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Live in Souvenir. Ja. Hartstikke leuk. Zou je ons om te beginnen willen vertellen over jezelf en over WPG Kindermedia? Ja, uiteraard. Nou, ik ben Niels van der Zee en ben marketing manager bij WPG Kindermedia. Dat doe ik al zo'n 7 jaar. WPG Kindermedia is onderdeel van WPG. En WPG, daar vallen verschillende uitgeverijen onder, zoals De Bezige Bij, maar ook een aantal tijdschriften, zoals Happiness. En nou, het stuk voor de kinderboeken, dat valt allemaal onder WPG Kindermedia. Uitgeverij Leopold, Ploegsma, Condor en Witte Leeuw. En daarnaast zijn wij ook verantwoordelijk voor de marketing en sales voor de educatieve uitgeverij Zwijze. En een aantal Vlaamse uitgeverijen, Oogappel en Standaard. Nou, klinkende namen. Ja, er zijn heel veel boeken. En, ja, en wat er heel bijzonder aan is, dat het heel divers is qua wat we uitgeven. Ja, van commerciële titels zoals wat hier ook staat, Dogman en de Gorgels. En dat vuurwolfje. Als marketingmanager is dat natuurlijk heel leuk. Dan heb je lekker budgetten voor waar je leuke creatieve plannen mee uit kan voeren. We hebben ook ruimte voor de literaire pareltjes waar we wel griffels mee winnen. Of waarvan we gewoon vinden dat die bestaansrecht hebben. Ja, ja. De interne subsidiëring. Ja. Nou, wij gaan het hebben over de campagne Schrijver in Beeld. Ja. En jullie hebben daarvoor een introductiefilmpje gemaakt met onder andere Jochem Meijer. Nou, dat willen we niemand onthouden. Dus we gaan daarmee het spits afbijten. Leuk. Ik ben Jochem Meijer en ik ben de schrijver van de boeken over de Gorgels. Hallo allemaal, ik ben Paul van Loon. Joelebambam, hier ben ik weer en ik ga een stukje voorlezen uit De Gorgels en het geheim van de gletsjer. Nou, dat geeft toch een indruk, zou je zeggen. Altijd raken met dit kop op. Ja. Ja. Zou jij de campagne wat nader willen toelichten? Ja, zeker. Nou, toen corona zijn intrede deed, zijn wij met de auteurs om tafel gegaan. Want zij merkten dat scholen en bibliotheken toch minder de auteurs naar zich toe durfden te halen. En er waren ook auteurs die dat eigenlijk toch niet meer zagen zitten. Maar iedereen ziet wel het belang van de kinderen en de schrijvers naar het tot elkaar te brengen. Ze zijn elkaar gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat er toch dat contact is. Hè? Niet fysiek, maar dan digitaal. Zo zijn we op dit programma gekomen. Waarbij we hebben gekeken, kunnen we iets voor de hele school bieden. Dus we zijn op zoek gegaan naar auteurs voor groep 1 tot en met groep 8. En die wilden ook allemaal heel graag meewerken. Die hebben per boek, hun eigen boek, 5 video's gemaakt. Een introductiefilmpje en nou, eigenlijk daarnaast 4 opdrachten die je kan doen, gekoppeld aan het boek. En dan kan je als klas of bibliotheek op hetzelfde moment een moment bedenken waarop je iets daarmee wil gaan doen. En bereiken wij dus heel veel kinderen. Ja. Heel flexibel in te zetten, ja, dus. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Nou, de campagne Schrijver in Beeld is in eerste instantie bedoeld voor toepassing in het onderwijs. Ja. Wat zie jij aan mogelijkheden voor gebruik in de bibliotheek? Het is sowieso gekoppeld aan, dat ik misschien niet vertel nog, het is gekoppeld aan 7 boeken. Dus je koopt 7 boeken en dan krijg je gratis de lespakketten bij.
En nou, die 7 boeken zijn sowieso heel toegankelijk en leuk voor elke bibliotheek om te hebben. We hebben ook nog een sheet zo om te laten zien welke boeken er in het pakket zitten. Maar ook de lespakketten die erbij zitten, die zijn prima te gebruiken voor een workshop in de bibliotheek. Je zou dan na kunnen gaan van nou, welke doelgroep wil ik aanspreken? Zijn dat kinderen gemiddeld in groep 4? Vinden die de gorgels leuk? Dan nodig je die kinderen uit en heb je hele leuke opdrachten en een leuke introductiefilm van Jochem Meijer of Paul van Loon of nou, noem maar op wie je wil. En je kan er ook sowieso heel veel leuke inspiratie uithalen om te kijken wat doet een auteur met een boek aan leuke opdrachten die je daarbij kan vragen. Ja. Ja. Nou, ik zie in de Q&A al dat deelnemers van dit webinar anticiperen op ons volgende punt. Ah. Ilse, mensen zijn benieuwd naar de aanvraag van het lespakket. Ja. Hoe verloopt de procedure voor onze deelnemers? Ja. Die dus niet via de boekhandel bestellen, maar via onze bestellijst of via Boeken op School. Ja, nou, je koopt boeken in bij de MBD. Mm-hmm. Dus je koopt gewoon die 7 boeken en dan krijg je gratis dat pakket erbij. Je moet dat pakket vraag je gratis aan op www.kinderboeken.nl. Maar daar krijgt iedereen een link straks nog in de mail ontvangen. Dat je weet waar je dat pakket gratis kan aanvragen. Daar vul je bij de vraag bij welke boekhandel heb je het gekocht, MBD in. Want dan weten wij dat ook, nou, is ook een klant van ons. Dus dat is net zo goed als bij de boekhandel. En dan heb je dus en de boeken en het lespakket ontvang je in de mail. Ja, nou, dat, ik denk dat dat, ja, dat beantwoordt de vraag inderdaad. Ja, ja, dankjewel. Nou, Schrijver in Beeld heeft inmiddels de Kinderboekenweek al meegemaakt. Ja. En nu gaan we ermee richting de voorleesdagen. Ja. Hoe ziet daarna de toekomst eruit voor de campagne? Ja. Nou, we hadden natuurlijk ook niet helemaal verwacht dat het zo'n succes was. Dus we zijn al aan het nadenken hoe gaan we dit voortzetten. We willen wel heel graag tot de Nationale Voorleesdagen deze auteurs in het pakket houden. En dat kan ook in, nou ja, het kan nog maanden, eigenlijk jaren doorgaan met deze auteurs, met deze video's. Maar ik kan me voorstellen, op een gegeven moment heb je dit gebruikt en wil je een nieuw pakket. Dus we gaan voor de Kinderboekenweek van volgend jaar weer een nieuwe serie maken. En daarnaast denken wij wel of we moeten aanhaken op thema's die bijvoorbeeld in de bibliotheek vaker terugkomen of op school. Natuur hebben we het al over gehad. We zijn ook met de museumvereniging in gesprek om te kijken of we iets met kunst kunnen doen. We hebben veel kunstboeken. Daar kunnen we ook lespakketten omheen bouwen die en voor de bibliotheek leuk kunnen zijn en voor in de klas. Zo zijn wij wel op zoek. En als er ideeën zijn vanuit kijkers die ook leuke ideeën hebben, dan hoor ik dat graag. Want ja, vinden ja. Nieuwe ideeën vinden ook leuk. Oké, okay. Ja. Daar gaan we wat mee doen. Ja. Zeker. Ja, fijn. Ja. En om het nog wat breder te trekken, een van de uitdagingen voor het boeken- en onderwijsveld is het vergroten van leesmotivatie en leesplezier van kinderen. Zeker. Wat is naar jouw mening een troef die WPG Kindermedia hiervoor in handen heeft? Nou, eigenlijk twee dingen. Ten eerste, wij hebben een kinderpanel van ruim 100 kinderen. En als wij een vraag hebben waarvan we denken, wat vindt de doelgroep er eigenlijk van? Gaan we echt rechtstreeks naar die doelgroep toe om te vragen, wat vinden jullie van dit omslag, dit onderwerp? Noem maar op. We hebben nu bijvoorbeeld een character wat we aan het ontwikkelen zijn, een paardje. En dan denken we, oh, dat ziet er eigenlijk te kinderlijk uit voor een doelgroep van 5 tot 8. Dan gaan we echt kijken met die kinderen van, wat vinden jullie? Hoe ziet dit eruit? Spreekt je dat aan? Dus we gaan echt terug naar die beleefwereld van kinderen. En daar passen we ons product op aan. Ja, goed hè? Ja. Ja. Hey, voor we aan de laatste vraag beginnen, zullen we even kijken naar de chatvragen. Ja. Even kijken hoor. Kun je het lespakket het hele schooljaar inzetten? Of alleen in een dagdeel of een week, zoals genoemd? Wij ontvangen de schoolgroepen in het hele schooljaar. Ja. Nee, dat kan zeker. Het zijn 5 losse filmpjes. Dus je kan beginnen met het introductiefilmpje en de opdrachten kan je verspreid over het hele jaar doen. En je kan het ook opstarten wanneer je wil. Dat is echt totaal flexibel inzetten. Ja, ja, fijn om te weten. Ja. Ik krijg ook nog wat vragen over de manier van bestellen. Ja. Die gaan wij later beantwoorden. Okay, ja, prima. En verder
verder hebben we helaas maar weinig tijd met zo'n vol programma. Ja. Maar weet in elk geval, onbeantwoorde vragen, die krijgen later nog aandacht via de e-mail. Nou, tot slot heb ik jou gevraagd of je een finale wilde voorbereiden. Een nieuwtje voor de deelnemers. Ja. En dan graag eentje voor de echte kleintjes. Want voor die leeftijdscategorie heeft WPG Kindermedia natuurlijk ook voor. Oh, zeker. Ja. Nou, ben benieuwd. Ik heb Kikker al voorbij horen komen vandaag. Maar ik wilde eigenlijk ook iets over Kikker laten zien. Wij zijn de uitgever van Kikker. En wij zijn allemaal dol op Kikker. En we zijn gaan kijken hoe kunnen we iets meer naar deze tijd trekken. Wat moderner jasje geven. En tegelijkertijd ook voor nog jonger. Dus echt vanaf nul, voor de allerkleinste, kunnen we daar iets mee. Dus we hebben gekeken wat zijn de trends. En daarmee zijn we gekomen tot een babylijn, speciaal van Kikker, wat helemaal gemoderniseerd is. Aangepast aan de trendkleuren van deze tijd. En heel erg gekeken naar de outline en hoe dat eruit ziet. Daar zijn we tot volgens mij twee hele mooie boeken gekomen. En die verschijnen in maart. Nou, ze verschijnen nu ook in beeld. In beeld, dus, ja. Dat is iets om naar uit te kijken, ja. Inderdaad. Ja, ja. Nou, we hebben zo aardig wat boeken geshowt, zou ik zeggen. Even voor de deelnemers. Alle titels die vandaag langskomen, zetten we voor u op een rijtje. Daar wordt een bestellijst van gemaakt die u na dit weekend via e-mail ontvangt. En ja, Ilse, mag ik jou hartelijk bedanken voor je bijdrage aan dit webinar. Ook heel fijn dat je naar Zoetermeer kon komen. Vond ik ook heel fijn. Ja, uit huis. Ja, precies. Ja. Nou, wij zijn toe aan onderdeel 3 van dit webinar. Het komende kwartier is voor Maartje Bolt, projectcoördinator van de Leescoalitie. Zij gaat ons bijpraten over onder andere de voorleesdagen, over de campagne Lees Voort en over meertaligheid en meertalig voorlezen. We hebben ook dit interview al eerder opgenomen via Microsoft Teams, maar ook nu kunt u vragen stellen via de Q&A. Dat kan jij heel goed, want Maartje kijkt mee. En als u in uw vraag Maartjes naam vermeldt, dan kan mijn collega het heel snel aan haar doorspelen. Nou, we gaan kijken naar het interview met Maartje van de Leescoalitie. Maartje, welkom bij dit webinar. Zou je ons willen vertellen over jezelf en over de Leescoalitie, alsjeblieft? Ja, dankjewel. Leuk om hier aan deel te mogen nemen. Ik ben Maartje Bolt. Ik werk inderdaad onder andere als projectcoördinator voor de Leescoalitie. En de Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen 7 landelijke spelers op gebied van leesbevordering. Onder andere de CPMB, Stichting Lezen en de KB maken hier onderdeel van uit. En de Leescoalitie heeft al die partijen hebben de krachten gebundeld om de leescultuur in Nederland te versterken. En dat doen we eigenlijk op 2 manieren. Enerzijds door een gezamenlijke lobby te voeren richting de politiek voor een beter leesklimaat in Nederland. Nou, een goed resultaat van het werken in die richting was het manifest dat we een paar weken geleden, of een paar maanden geleden inmiddels alweer, hebben aangeboden aan de ministers met de titel Tijd voor een ambitieus leesoffensief. Nou, dat hebben jullie denk ik wel voorbij zien komen in de media. Dus dat is 1 ding dat we doen, dus zowel met de politiek om tafel als met allerhande organisaties uit het culturele veld en het onderwijsveld om samen te zoeken naar manieren om de ontlezing tegen te gaan. En anderzijds werken we vanuit de Leescoalitie aan campagnes. En 1 keer in de 2 jaar ongeveer organiseren we gezamenlijke campagne rondom een thema dat alle organisaties die in de coalitie zitten eigenlijk heel belangrijk vinden, maar waar vanuit de eigen organisaties bijvoorbeeld nog te weinig mee wordt gedaan. Dus we zijn ooit begonnen met het jaar van het voorlezen in 2013. We hebben ook de campagne Vaders voor Lezen gehad, Lezen met Andermans Ogen. En op dit moment loopt de campagne Lees Voort. Maar daar gaan we zo meteen, denk ik, nog even over verder praten. Ja, ja, we zitten nu volop in de aanloop naar de voorleesdagen. Eind januari is dat. Er is altijd veel aandacht voor de prentenboek top 10 en voor het prentenboek van het jaar. Dat is dit jaar Coco Kan Het van Loes Riphagen. Ja. Dit is hem.
Nou, de Leescoalitie heeft daar een bijzondere bijdrage aan geleverd. Wat kun je ons daarover vertellen? Ja, nou, wat we altijd doen vanuit de campagnes die we organiseren. We zetten nieuwe dingen op, nieuwe activiteiten. Maar we proberen ook heel erg om de vele bestaande campagnes van de coalitiepartners, om die te versterken. Er gebeurt natuurlijk al heel veel op het gebied van leesbevordering. Ook graag kijken hoe we aan die campagnes die er al zijn nog elementen kunnen toevoegen. Die voorheen nog niet gebeurden. Bijvoorbeeld bij de Nationale Voorleesdagen, een campagne van Stichting Lezen en de CPNB. Die natuurlijk altijd al wel op ouders en grootouders gericht is, maar wel vaak met een accent op de ouders. Dus nou, vanuit de campagne Lees Voort willen wij dit jaar ervoor zorgen dat ook de grootouders echt betrokken worden bij deze campagne. En ook met name de meertalige grootouders. Er wonen natuurlijk veel opa's en oma's in Nederland met een andere culturele achtergrond. Met wellicht ook een andere thuistaal, een andere moedertaal. En we willen een lans breken voor het voorlezen in de eigen taal, in de moedertaal. Veel Nederlanders met een migratieachtergrond hebben nog heel erg het idee, onze kinderen, onze kleinkinderen moeten vooral Nederlands leren. Dus we moeten in Nederlands voorlezen. Maar uit steeds meer onderzoeken blijkt dat het eigenlijk ook juist heel goed is om te lezen, te praten, te zingen, te vertellen in de taal van je hart. Nou, om daar aandacht aan te besteden en ook de grootouders te betrekken die tot nu toe eigenlijk nog niet echt mee konden doen aan de voorleesdagen, hebben wij Coco kan het laten vertalen. In de drie talen kon natuurlijk eindeloos veel talen kiezen, maar daar was niet het budget en niet de tijd voor. Dus hebben we gekozen voor de drie talen waar eigenlijk de meeste vraag naar is, ook in bibliotheken. Het Pools, het Arabisch en het Turks. En ik zal ze er even bij pakken. We wilden natuurlijk niet, we konden ook niet concurreren met het Nederlandse prentenboek, waar altijd een speciale mini-editie bij verschijnt, die in de boekhandel ligt tijdens de voorleesdagen. Dus wat we hebben gedaan is een mini-editie maken. Waarin de vertaling staat, per taal één boekje. Je ziet wel de illustraties uit het boek, dus je weet wel welke tekst bij welke spread hoort. Maar je hebt eigenlijk wel echt het Nederlandse boek erbij nodig. Dus het idee is dat, precies, je hebt hem daar bij je. Even ter vergelijk, ja. Ja, het idee is echt dat het kind bijvoorbeeld met het Nederlandse boek op schoot zit, om de prenten echt in het groot te kunnen zien. En dat de grootouder of de ouder de vertaling in de hand heeft en steeds de tekst in het Pools, Arabisch of Turks voorleest. Ja, dus dat is wat we hebben gedaan deze keer. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk. Ik heb hier de Turkse versie. Ja. Hey, de bestellingen, hè, op deze mini-boekjes, lopen die goed? Hoe is de belangstelling ervoor? Heel goed, overweldigend. Dat zou ik bijna willen zeggen. Ja, de besteltermijn is eigenlijk al afgelopen. Die liep in september. We hebben dus, de boekjes waren te bestellen door bibliotheken via NBD Biblion. En wij hadden zelf ingezet op een oplage van een stuk of 10.000. Nou, uiteindelijk zitten we ruim op de 50.000. Dus er was ontzettend veel vraag naar. Daar zijn we heel blij mee. En we hebben bewust ook nog de oplage nog iets hoger gemaakt, zodat er nog een voorraad over is. Dus mochten er bijvoorbeeld ook mensen zijn die nu kijken en denken, hé, dit heb ik niet meegekregen, maar ik heb er wel belangstelling voor, dan is er nog, in alle talen zijn nog setjes na te bestellen. Ik geloof dat mensen een factsheet krijgen na afloop, hè, waar dan even op staat hoe ze dat kunnen doen. Ja, die wordt later nagestuurd inderdaad. Ja, precies. Ja. Ja. Het is alleen te bestellen door bibliotheken. Dus mocht je nou leerkracht zijn of op kinderdagverblijf werken en ook belangstelling hebben, dan kan je het best even contact opnemen met je lokale bibliotheek. Ja. En het is dus duidelijk een experiment. Het is eigenlijk de eerste keer dat we dit hebben gedaan op deze manier. Dus we zijn ook heel erg benieuwd naar de gebruikerservaringen. Dus mochten jullie na de voorleesdagen hiermee gewerkt hebben en reacties hebben van leden, dan houden we ons er erg voor aanbevolen. Ja. Wat zijn jullie verwachtingen? Hoe gaan de bibliotheken de boekjes inzetten? En heb je daar suggesties voor? Ja, daar hebben we natuurlijk ook over nagedacht. Een en ander is natuurlijk erg afhankelijk van wat er van met coronamaatregelen in januari weer mogelijk is. De boekjes kunnen natuurlijk in de meest simpele vorm uitgedeeld worden aan meertalige leden.
Ze kunnen ook uitgedeeld worden via kinderdagverblijven of scholen, waarvan je weet dat er veel kinderen met een migratieachtergrond op zitten. Maar wat ons echt heel leuk lijkt, als dat kan, dat er ook tijdens de voorleesdagen meertalige voorleesactiviteiten worden georganiseerd. Dus bijvoorbeeld door het Nationale Voorleesontbijt, de opening van de voorleesdagen, door daar een meertalig ontbijt te maken. En bijvoorbeeld ook iemand uit te nodigen die het verhaal in het Turks of het Marokkaans of het Pools voorleest. Dus we zijn bezig om een handleiding samen te stellen, samen met ProBiblio, hoe je dat eigenlijk doet, het opzetten van een meertalige voorleesactiviteit, een voorleesontbijt. En die zal ook op onze website beschikbaar zijn. Oké. Okay. Nou, dat is een hele mooie nieuwe impuls voor de voorleesdagen, deze meertalige invalshoek. Hè, Nederlanders met een migratieachtergrond worden zo extra aangesproken. Ja. Je vertelde het net al, de Leescoalitie wil ook grootouders extra aanspreken om te gaan voorlezen. Of om nog meer te gaan voorlezen dan ze al doen. Ja. Wil je ons daarover vertellen alsjeblieft? Ja, ja. Ja, dat is de campagne die op dit moment loopt. Daar zijn we in februari mee gestart. De campagne Lees Voort, waarin we de grootouders, opa's en oma's willen activeren als leesopvoeder. Ik denk dat iedereen wel weet uit eigen ervaring, als je om je heen kijkt, dat opa's en oma's eigenlijk een steeds grotere rol in het leven van hun kleinkinderen spelen. Als je op schoolpleinen kijkt naar schooltijden, staan er vaak minstens evenveel opa's en oma's om de kinderen op te halen als ouders. Dus het leek ons eigenlijk heel mooi om ook opa's en oma's aan te spreken op hun mogelijke taak om hun liefde voor lezen door te geven aan hun kleinkinderen. Er zijn zo'n 3,4 miljoen opa's en oma's in Nederland, waarvan driekwart kleinkinderen heeft onder de 12 jaar. Dus dat is gewoon een enorm grote groep mensen die ook ontzettend veel tijd met hun kleinkinderen doorbrengt. Ik geloof dat de helft van de grootouders, die zien hun kleinkinderen minstens één keer per week. Dus dat zijn heel veel momenten waarop je als grootouder eigenlijk een rol kunt spelen in de leesopvoeding van je kleinkind. Door voor te lezen bijvoorbeeld, of door je kleinkind te stimuleren zelf een boek te pakken, of door ze mee te nemen naar de boekhandel of de bibliotheek. We zijn dus op zoek gegaan naar goede voorbeelden. We hebben ook een team ambassadeurs, bekende opa's en oma's. Waaronder Jannie van der Heijden, Noralie Beijer, Jack van Gelder, Karen Bloemen. Die zoveel mogelijk in media en in bladen verschijnen om te vertellen over hoe zij dat doen met hun kleinkinderen. Nou, hartstikke leuk. Ja, super leuk. Zeg, als het gaat om nog meer meertalige evenementen die bibliotheken zouden kunnen organiseren, heb je nog een laatste tip of een suggestie voor ons, een uitsmijter? Ja, ik wist natuurlijk dat je dit ging vragen, dus daar kon ik over nadenken. Dan ga ik een tip geven. Jullie gaan zo meteen daar ook naar kijken. Met meteen mijn excuses, want je krijgt het rest van de dag niet meer uit je hoofd. Maar we hebben een aantal jaar geleden heeft Boekstart een liedje gemaakt wat gezongen kan worden voor het voorlezen. Dat heet De Voorleestrom. En dat hebben we destijds laten vertalen in 10 talen. De 10 talen die het meest in Nederland gesproken worden. Dus ook in het Pools, Arabisch en Turks, maar ook in het Chinees, in het Spaans, in het Frans, in het Engels. En dat liedje is te beluisteren via Spotify. We hebben het destijds laten vertalen en vertolken door bekende Nederlanders met een migratieachtergrond. Dus onder andere Jody Bernal, Mr. Polska, Karsu Dunmes. Een hele leuke club artiesten. En op de site van Boekstart vind je ook van alle liedjes de bladmuziek en de teksten van alle vertalingen. Dus mocht je een meertalige activiteit organiseren in de bibliotheek, kan je ook die teksten natuurlijk erbij gebruiken, zodat iedereen kan meelezen. Dus ze staan overigens ook achterin de boekjes. Dus dan kunnen mensen ook thuis het liedje opzoeken op Spotify en thuis het liedje zingen voor het voorlezen. Oké, dankjewel. Dan gaan we nu, zoals je al aankondigde, kijken en luisteren naar de voorleestrom, het meezingliedje. Rom, bom, bom, de voorleestrom. Kom, 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 de voorleestrom. Rom, bom, bom, de voorleestrom. Kom, 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 de voorleestrom. Rom, bom, bom, de voorleestrom. Kom, 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 de voorleestrom. Boek, 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 ben jij op zoek
zoek op zoek naar mij. Boek, 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 dan kom maar gauw, want ik ben net op zoek naar jou. Boek, 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 ben jij op zoek, 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 op zoek naar mij. Boek, 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 dan kom maar gauw, want ik ben... Nou, dit krijg je de rest van de dag niet uit je hoofd. En dit was dan alleen nog maar het liedje in het Nederlands. Maar zoals Maartje al vertelde, er zijn ook filmpjes in andere talen. Zelfs meer dan 10 andere talen. Allemaal ingezongen door bekende Nederlandse zangers met een migratieachtergrond. Nou, u ontvangt de details over dit materiaal na het weekend. En ook ontvangt u het e-mailadres van Maartje, zodat u haar ook rechtstreeks nog nagekomen vragen kunt stellen. Ja, we zijn inmiddels dus weer terug in Zoetermeer in de webinarstudio. Ik kan live hier vandaan mijn hartelijke dank uitspreken aan Maartje. He, ze kijkt mee vanaf haar werkplek die u net zag. En als het goed is, heeft u live met haar kunnen chatten. Dankjewel Maartje Bolt van de Leescoalitie. Voordat wij overgaan naar onderdeel 4 van de boekenbattle, zie ik dat er heel veel vragen binnenkomen over de miniboekjes van Coco Kannet in het Arabisch, Pools en Turks. De vraag is, wanneer kunnen we ze verwachten? Nou, ze gaan ongeveer volgende week beginnen we met uitleveren van de pakketten. De vraag is, wat kosten de edities? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, dat ga ik even voor u na. En dan was er nog een vraag over de boekjes. Even kijken hoor, wanneer worden ze uitgeleverd? Bla 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 bla. Nee, we gaan gewoon even door naar de boekenbattle. En de vragen die u over de miniboekjes ook heeft, die gaan we gewoon beantwoorden. Komt voor elkaar. De boekenbattle. Nou, dit laatste onderdeel van dit webinar krijgt u een boekenbattle voorgeschoteld. Waarin u moet rekenen op een spervuur van informatie. En die krijgt u in de vorm van boekentips. Voor de leukste en hopelijk ook de rijkste boeken. We gaan websites en bronnen noemen, zodat u die boekentips ook zelf kunt vinden. En we bespreken extra actualiteiten, want er speelt natuurlijk nog veel meer dan de voorleesdagen en het leesoffensief. Al deze informatie gaat beschikbaar komen voor iedereen die zich heeft aangemeld voor dit webinar. U krijgt na het weekend onder andere een bestellijst met de titels, de bronnen en de websites die zo dadelijk langskomen. En vanaf aanstaande dinsdag kunt u die titels ook bestellen in de webshop. Nou, tot zover het reclameblokje. Inmiddels ziet u naast mij mijn inkoopcollega Roel Jager. Welkom Roel. Een aantal van u kent Roel vast al van de webinars van afgelopen juni. Hij zette toen met een aantal uitgevers de belangrijkste en de meest opvallende titels uit de zomeraanbieding voor u op een rij. En die worden nu uitgeleverd. Maar Roel is dus door de wol geverfd en nou, dan mag hij ook aftrappen. Ja, ik ben Roel Jager. Ik ben al 21 jaar met heel veel plezier inkoper bij NBD Biblion. Ik ben daarbij onder andere verantwoordelijk voor selectie van standing order titels, express titels en toptitels. En dus ook voor selectie van jeugdboeken. Ik wil u graag even meenemen naar het fenomeen kinderboekenambassadeur. Om de 2 jaar stelt de Stichting Lezen een kinderboekenambassadeur aan. En sinds vorig jaar is dat de bekende en ook veel gelezen schrijfster Manon Sikkel. U kent haar vast van de boeken van Elvis Watt, Is He Love of geheimagent Opa en Oma. Manon Smits heeft de hulp ingeroepen van 100 hulpambassadeurs, meesters, juffen, bibliothecarissen, boekverkopers, leesconsulenten, voorleesopa's en andere voorlezers om hun favoriete voorleesboeken te geven.
Dat resulteerde in een lange, maar prachtige lijst met tips. Alleen een lange opsomming van voorleestitels, voorzien van een aanbeveling of een uitleg voor die keuze. En eigenlijk maakt dat de lijst op zich ook wel heel leuk om te lezen en in te grasduinen. Nou, deze lijst is zeg maar vooral tekst, heeft geen plaatjes of bestelinformatie en al het leeftijden en genres staan door elkaar. Als je nou gaat kijken op de website van Manon Sikkel zelf, dan zie je dat de selectie van diezelfde titels wel wat meer geordend is op leeftijd, categorie. Maar dan zie je weer alleen de plaatjes. Manon Sikkel was de afgelopen weken ook in het nieuws doordat een loterij was waarbij scholen dat hele pakket boeken, dan hebben we het over iets van 200 titels, konden winnen. Nou, als u dat pakket nou toevallig niet heeft gewonnen, dan gaan wij voor u alle leestips van Manon Sikkel en consorten, daar gaan wij een bestellijst van maken met alle leverbare titels. Dat zullen er ongeveer 170 zijn. Die lijst die komt binnenkort op Boeken op School en ook beschikbaar op onze website. En dat zal gebeuren ruim voor onze nationale voorleesdagen. Ga ik nu al die titels aan u laten zien? Nee, dat doe ik niet. Ik laat er één zien. En volgens Manon Sikkel is dat het boek wat zij het zelf altijd voorleest als ze op scholen een bezoek doet. Dat is de titel De vieze enge buurman. Het gaat over de buurman met vies, vet, lang haar en een gouden tand. Nou, dankjewel Roel voor deze aftrap. Waar ik nu graag uw aandacht voor wil, is voor meertalige kinderboeken. We hoorden het net al van Maartje Bolt van de Leescoalitie, dat het weer mag, het lezen in de thuistaal. En NBD Biblion is het afgelopen jaar begonnen met het updaten en uitbouwen van het assortiment niet-standaard talen. Zowel voor volwassenen als voor de jeugd. Nou, wat het jeugdaanbod betreft is er inmiddels een bescheiden lijst Pools en Arabisch. En er zijn twee lijsten met meertalige prentenboeken en aanwijsboeken. En volgend jaar gaan we ons best doen om u te voorzien van Turkse jeugdtitels. Nou, genoeg gepraat. Ik ga u wat laten zien. Meteen maar het leukste boek, de favoriet van mij en van mijn collega Tanja Walrot, een van de jeugdredacteuren die heel veel input heeft geleverd voor dit webinar. Het is een boek van Guido van Genechten, die we kennen van zijn reeks over Ricky, het konijntje met het geknakte oortje. Hij heeft ook geschreven het prentenboek Wat zou jij doen? Over een jongetje dat op een ochtend wakker wordt met een hertengewei op zijn bol. Nou, dat past helemaal in de trend met boeken over diversiteit. Nou, zoals u kunt zien, Wat zou jij doen is vertaald in het Arabisch. En het Nederlandse origineel is ook leverbaar. Dus je kunt een mooi setje maken om uit voor te lezen. Waar je wel even erg in moet hebben, is dat je het Arabisch doorbladert van achter naar voor. En je ziet het op het plaatje ook aan de blauwe ruggetjes die tegen elkaar liggen. Nou. Wat er ook op de markt is, dat zijn boeken met twee talen in één band. Hè, met twee talen op één bladzijde. En dit jaar hebben we in dit genre een nieuwe serie aangeboden. Met onder andere klassiekers, zoals We gaan op berenjacht. En ook sprookjes, zoals Ali Baba. En wat u nu ziet is Goudhaartje met twee talen op één pagina. Nou, deze serie is in heel veel nieuwkomertalen beschikbaar. We bieden nu structureel Arabisch, Turks en Pools aan. Maar we hebben deze Goudhaartje bijvoorbeeld ook in Hindi, Mandarijn, Roemeens en Somali's in het aanbod. De brontaal van deze boeken is trouwens Engels. Dus ook voor wie het Nederlands nog niet beheerst, is dit een goede optie. En voor wie meertalige boeken met Nederlands als brontaal zoekt, die kan nog steeds terecht bij de Nik-Nak boekjes. Ja, u ziet nu het grappige, zo stoer als mijn broer.
met ook weer twee talen op één pagina. En dat is van de Nik-Nakke-reeks. Die bestaat al lang. Maar gelukkig blijft er ook regelmatig nieuw materiaal verschijnen. En ook in talen als Roemeens, Tigrinya, Chinees en Russisch. Nou, we gaan weer terug naar de Nederlandse taal. Toch, Roel? Ja, we gaan even bij onze zuiderburen kijken. In België, beter gezegd Vlaanderen, is het geheel toevallig deze week de voorleesweek. Dit is, wat u ziet, is de poster die zij gebruiken. En u ziet, ook daar is het idee dat je lezers samen maakt. Nou, wat je verder op deze site kan vinden, dat zijn ook weer heel veel voorleestips. Verdeeld over vier categorieën, leeftijdscategorieën. Ze geven zij 105 voorleestips. Ik heb die lijstjes bekeken. En wat eraan opvalt, is dat... Ellie, kan jij even terug naar, dat het allemaal recente titels zijn van het afgelopen jaar. Uiteraard iets vaker van Vlaamse uitgevers of Vlaamse auteurs. De keuze die zij maken is wellicht wat eigenzinniger, misschien wat vaker poëzie. En ik kwam ook gek genoeg veel vaker ook non-fictie titels tegen. Dus in België lezen ze ook lekker rustig non-fictie titels voor. U kunt dit lijstje allemaal terugvinden op de site voorleesweek.be. Ja, ik maakte Roel net even in de war, want ik was aan het kijken naar de chat. Ik zie dat er een aantal vragen binnengekomen zijn over de meertalige boekjes. Ik noemde al wel, het zijn vragen naar de naam van de serie. Ik noemde de Nik-Nak boekjes met als brontaal Nederlands. De Engelstalige reeks heet Mantra Lingua boekjes. Dat zijn verhalende prentenboekjes. Er is ook een serie van de uitgever Millet. Klinkt Frans, is Engels als brontaal. En dat heet My First Bilingual Books. We hebben daar in het voorjaar en afgelopen herfst twee themalijsten van uitgebracht. En die zullen we u ook toesturen met de informatie van dit webinar. Sorry Roel. Ik ga nu verder met het volgende onderdeel van de Boeken Battle. Roel die liet net twee interessante websites zien. Ik wil daar graag de website aan toevoegen die Anneke Smits ook al noemde. Leesbevordering in de klas van Femke Ganseman. En Femke is een ervaren leerkracht in de bovenbouw van het primair onderwijs. En zij weet echt wat werkt in de klas en voor die leeftijd. Al haar ervaring en inspiratie die deelt zij op deze website, Leesbevordering in de klas. En het mooie is dat zij ook echt een lans breekt voor voorlezen voor kinderen in de bovenbouwleeftijd. En ook pleit zij ervoor om goede voorleesboeken te kiezen. En als je kijkt naar hoe zij het indeelt en wat zij aanbeveelt, dan zou het zomaar een pleidooi voor rijke taal kunnen zijn. Femke Ganseman, die geeft op haar website ook kant-en-klare lijsten. Zoals bijvoorbeeld een lijst prentenboeken voor oudere kinderen. Hartstikke interessant. En een selectie klassiekers. En ik ga nu even een paar voorleestoppers van haar langskrannen. Dit is Operatie Tortuga. Avontuur op Bonaire is de ondertitel. Fedor de Beer heeft het geschreven. En ik vertel u graag aan de hand van dit boek hoe Femke Ganseman haar voorleestoppers presenteert. Op haar website. Per boek zien we het omslag en de flaptekst. Maar dan volgt er een uitgebreide recensie. Er volgen lestips. Ze gaat in op thema's. Dus het is allemaal heel compleet, heel gedegen, heel inspirerend. En diezelfde behandeling geeft ze aan vrijwel elk boek op haar website. Waaronder ook het volgende plukje. Ik ga er even snel doorheen in verband met de tijd. Dit is Elke dag broerdag van Tineke Honing. Gaat over vijf kinderen uit een samengesteld gezin.
met thema's als voogdij, omgangsregelingen en loyaliteit aan je ouders. Ja, en dat dan vervat in een spannend avontuur. We hebben hier de Ruimteatlas van Jesse Kreek van Martin Howard. Dat is het eerste deel van een nieuwe serie over een jongen uit een eenoudergezin dat het niet breed heeft. En deze Jesse is dan ook zo blut als wat. Toch probeert hij om zijn moeder te verrassen voor haar verjaardag. Maar aldoende raakt hij verwikkeld in een bizar en absurdistisch avontuur. Gozerd van Pieter Koolwijk gaat over een onzichtbaar vriendje. Gozerd heet dat onzichtbare vriendje. En de ouders van het jongetje vinden dat hun avonturen steeds maar uit de klauw gieren. Dus zij willen dat Gozerd verdwijnt. Nou, het is een heel ingetogen boek, maar elders bruist het weer van de energie. Het is heerlijk om te lezen en goed over na te denken, dit onderwerp. Als laatste titel wil ik onder aandacht brengen De jongen achter in de klas van Onjali Rauf. Het verhaal wordt verteld door een 9-jarig Brits meisje dat een nieuw jongetje in de klas krijgt. En dat is Ahmed, die alleen Koerdisch spreekt en wiens ouders en zusje nog in Syrië zijn. En door de ogen van het meisje, Alexa, zien wij hoe leerkrachten en klasgenoten omgaan met Ahmed en zijn problemen. En dat is niet fraai. Nou, Alexa en haar vriendinnen die verzinnen dan een plan voor gezinshereniging. En daarbij zien ze ook een rol voor koningin Elisabeth. Nou, dat waren 5 leestoppers van Leesbevordering in de Klas. Het is een prachtige website en een prachtige selectie boeken. Roel, waar wil jij mee afsluiten? Ja, ik wil graag afsluiten met, ik denk wel, het hoogtepunt van dit webinar. En dat is namelijk Roel's boeken voorlees klassieker top 5. En dan wil ik als eerste melden De Gruffalo op 5. De Gruffalo onlangs weer heel actueel, doordat er in iets van 10 verschillende dialecten nieuwe uitgaven van zijn verschenen. Op 4. Een tekstloos prentenboekje over Monkey. Monkey, een klein aapje wat kwijtraakt, wat zoekraakt. Een speelgoedaapje. En wat uiteindelijk toch weer teruggevonden wordt. Een boek wat je eindeloos kan voorlezen. Wat je iedere keer zelf kan invullen. Omdat je iedere keer zelf weer andere details kan belichten. Op 3, Mathilda. Die draaiden wij altijd in de auto. Het voorleesboek had ik weergeloos voorgelezen door Jan Meng. Dat draaiden we altijd in de auto als we naar de camping in Frankrijk gingen. Succes verzekerd. Op 2, daar hoef ik eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Ik heb de eerste paar titels van de serie, die heb ik voorgelezen. En daarna konden ze de rest zelf lekker gaan lezen. En dan op 1... Het mooiste voorleesboek, het mooiste en ontroerendste kinderboek aller tijden over de broertjes Jonathan en Kruimel in Nangiala en hoe ze de draak Katla daar hebben verslagen. Nou, dat was inderdaad een tromgeroffel waard. Ja, dankjewel Rolf. Ik werp nog heel even een blik op de chat. We gaan over de tijd heen, maar ik wil heel graag toch nog een paar vragen beantwoorden. Ik zie, er worden heel veel Nederlandse prentenboeken uitgegeven in het buitenland. Waarom zijn deze niet te koop in Nederland? Even kijken hoor. Nederlandse prentenboeken die uitgegeven worden in het buitenland. Dat vind ik een hele interessante. Pieter, waar wel aan. Ik ga daar achteraan. Even zien. Verschijnen de Engelstalige plus andere taalboeken ook in de Nederlandse plus andere taalversie? Ja, ik zei net ook inderdaad al, hè, we hebben als Nederlandse brontaal hebben we de Nik-Nak-reeks. En met Engelstalig als brontaal moeten we het hebben van Mantra Lingua, een uitgebreide reeks voor de verhalende prentenboekjes. En de boekjes van Millet, My First Bilingual Books. Dat zijn leuke aanwijsboekjes met als brontaal Engels. Nou, even kijken. Ik krijg ook nog een reactie voor Roel. Mijn held, de gebroeders Leeuwenhart op 1. All time favorite. Nou,
Mooi. Ik vind dat we daar goed mee kunnen afsluiten. We zijn hiermee inderdaad aan het eind gekomen van het webinar voorlezen, maar hopelijk hebben we u voorzien van alle informatie waarmee u straks goed de voorleesdagen in kunt gaan. Graag zouden wij van u willen weten wat u van dit webinar vond. En daarom verzoeken we u om zometeen over een uur of twee, let op, een korte evaluatie in te vullen. En ook ontvangt u na het weekend een e-mail met daarin de link naar deze uitzending. Zodat u op een later moment nog eens kunt terugkijken of u kunt hem ook delen natuurlijk. Bij de e-mail vindt u trouwens ook de bestellijst met alle boeken die we zojuist besproken hebben. En de informatie over websites, campagnes, bestelmogelijkheden, etc. Nou, bedankt voor uw aandacht en tot ziens.